Hallo allemaal, Joshua van Futuremorgens hier. Deze keer een iets andere video als normaal gesproken. Het gaat namelijk niet over morgens en niet over de future. Zo. We zijn namelijk naar Costa Rica geweest, ik en Kim en Giel. Zijn we 3 weken op vakantie op rondreis geweest. We hebben natuurlijk een hele hoop dieren gezien. Veel reptielen, maar ook vogels, zoogdieren, noem maar op, insecten. Dus daar wou ik jullie ook even van laten meegenieten natuurlijk. Het zullen 2 filmpjes worden, anders wordt het een video van 45 minuten, dus dat is ook een beetje lang om naar te kijken. Dus als dit jullie eerste deel is, dan kijk zeker ook naar deel 2. Is dit het tweede deel, dan moet je ook even deel 1 kijken natuurlijk, als je die nog niet hebt gezien. Kim heeft ook een hele berg super mooie foto's gemaakt, dus misschien ga ik ook nog wel een foto-video maken met alle dierenfoto's. Maar daar komt misschien in de toekomst ook wel. Dus bij deze zou ik zeggen, geniet van onze Costa Rica vakantie. Nou, dit is de eerste volle dag dat we hier echt zijn. Het is 11 uur 's ochtends of zo. We zijn bij Dos Palmas. Ja, hebben we lekker geslapen en gezwommen. En we hebben net geld gepind. En bij de supermarkt waar inkopen gedaan. Vooral veel drinken natuurlijk. En we zitten nu op een tolweg. Dat kostte 600 colones, dus dat is niet zoveel. En we gaan nu eigenlijk richting de kust als het ware. Naar het Nationaal Park Carrara. En dan gaan we eens kijken wat daar allemaal te doen is. Er is iets hier de weg best allemaal goed te doen, gewoon goede snelweg. Ze zijn hier met de weg aan het werken, dus je mag niet zo snel. Maar tot nu toe kun je de meeste stukken goed 70 of 80 km per uur rijden. Even laten zien dat we echt allemaal hier zijn. Kijk, daar zit Giel. Hoi Giel. Ik weet niet of Kim zo er eens op staat. Zo. Kim is achterin. En natuurlijk jullie bekende YouTuber Joshua Hanning. Dus, nou ja, video nummer 1. Ik hoop dat het een beetje goed te zien is. We staan hier vlakbij bij het park en hier zijn we bij zo'n krokodillenbrug. Ik zal iets laten zien. Zo worden we bijna aangereden. Zo worden we bijna aangereden, maar dat is niet erg. Daar hebben we er graag voor over. En hier liggen nou ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Sowieso 20, daarachter nog één. Vogeltje. Oh, daar in het water. Sorry dat het allemaal een beetje biebelig is, maar het waait hier behoorlijk. Nou, er zit ook nog, kijk ik in mijn beeld, wat dappere vogeltjes. Daar zit hij. Daar ergens. Moeilijk te zien. Maar... Ik gok, wat zou, hoe lang zouden deze zijn? Zeker 2,5 3 meter. Die grotere. Nou, nee, dit is Robbie Williams. Kim hoort Robbie Williams. Nee, dit... maar die is in Amerika helemaal niet doorgebroken. Dit is. Ik wilde eigenlijk een stukje filmen over de regen die we hebben, maar we hadden niet zo'n heel mooi uitzicht. Geel, zo hoort toch niet van niks. Een goed plaat, joh! Ja, maar ik wou de mensen thuis allemaal laten zien dat het ook regent in Costa Rica. En dat Giel dus gelijk had. Maar je ziet kleine regendruppels op eruit. Valt allemaal mee hoor, nog steeds 32 graden buiten. Maar is het regen maar weer over? Nee, dat is niet waar. Je ziet nog steeds regendruppels. Maar ja, je hebt ook wel eens dat er dus een vrachtwagen met allerlei zakken voor je rijdt. En ja, dan kun je hem hier inhalen en zo. Maar uitzicht aan de andere kant. Weguitzicht. We zijn nu dag 3 hier en we hebben een automaat, dus die schakelt vanzelf goed. En we zijn er voorbij. We zijn op weg naar Corcovado, in ieder geval naar de Peninsula Ossa. En kijk, dat is een beter uitzicht om te zien. Er zat net een vrachtwagen voor me. Daar zo gaan we een beetje heen. Wil je nog iets zeggen voor de camera, Giel? Hallo YouTubers! Ben je iemand de groetjes doen? Ja, de groeten aan thuis. Kim, wil je nog groetjes doen aan iemand? Nee, ik zou niet weten. Maar je bent wel fan van Robbie Williams? Nee. Oh, okay. Ik wel. Nou, en de groetjes van Joshua. Nou, het is een beetje donker, maar hier een overzichtje van de kamer waar we vannacht hebben geslapen. Het is een helemaal houten... potje met gaas,
Kijk, wat oké. Dus dat is fijn voor de mugjes en zo. Er is wel stroom, maar verder niet zo heel veel spannend. We hebben hier gisteren een soort, wacht, wel van de van buitenkant, want het is inmiddels ochtend, dus we hebben wat licht. Kijk, een wasbak en een douche en een toilet zit er wel. Even hoor. Een beetje dichtbij, maar kijk, een mooie. Mooi kotje. Oké, die zit in de ochtend sigaretje te doen. We hebben hier gisteravond al een kort jungle tochtje gemaakt zelf hier op het terrein, want het is een hele auto trouwens. We zitten hier echt eigenlijk middel in de boes. We zitten vlakbij Karate, bij het Corcovado Park. En als je dan bijvoorbeeld hier zo eens kijkt, dan zit je dus echt gewoon tegen de jungle aan. Kijk, daar komt Kim langs lopen. En de slang is weg. Nou, gisteravond hebben we ook onze eerste wilde slang gevonden. Een lanspuntslang, de verre lans. Die zat hier. Kijk, dit is een soort hoofdweggetje. En hier in de greppel zat hij. Ja, ietsje verderop in de greppel zat hij. En we hebben hier gisteravond echt veel gevonden. Kikkers, padden, spinnen, hagedisjes. Slang natuurlijk. Ook vrij leuk om te zien. En het is nu ochtend. Echt heel de nacht heb je van alles gehoord. Vogels en insecten en vanochtend ook apen. We hebben er wat aras gespot. Giel die ziet iets. Ik weet niet waar ik moet naar. Nee, het bommetje zei dat is die struik. En dan de taxi zei dat die struik kan. Er zit een klein hagedisje op. Oh ja. Hier, als je hier gaat staan zie je hem beter. Gaan we die in beeld krijgen? Beetje inzoomen. Ja. Het is een beetje donker misschien nog, maar met mijn lampje wordt alles slechter. Maar een klein anolisje. Oh, kijk. Ja, oei. Oh, en nog eentje. Hij is met zijn vriendje. Oh, chop. Nou, springen kunnen ze ook. Ik weet niet of dat erop staat. Zo klein als ze zijn. Maar nou, aan de andere kant van het huisje heb je nog meer oerwoud, jungle. Nou ja, als je dit zo ziet, dan hier kom je dus gewoon te voet echt niet doorheen. We zijn vanochtend gelukkig voor de aapjes. Ja, aapjes, aras, er vloog net aras over. Grote palmbomen, er staan hier echt heel veel verschillende soorten planten en struiken. En dit is natuurlijk ook wel aangelegd gedeeltelijk, maar ja, echt van alles wat. Er is erachter ook een klein beekje is aangelegd, een soort stroompje zeg maar, daar komt ook veel op af. Kleine kreefjes en garnaaltjes of zo zaten erin. En dus een beetje een low budget plekje, maar wel mooi om beestjes te zoeken. En we gaan vandaag kijken of we het Corcovado Park in kunnen. We zitten hier in de jungle vlakbij Corcovado Nationaal Park. We zitten bij een hotel genaamd Treetop Inn of zoiets eigenlijk. En daar hebben we een trail zijn we aan het doen. En dat heet de Stairway to Heaven. Nou zijn Kim en Giel al naar beneden aan het lopen. Net een heel stuk hebben we omhoog gehad, letterlijk met trappen. Die gewoon is aangelegd en dit is echt gewoon een, kijk, dit is ons pad. We hebben al neusbeer gezien en twee gifkikkertjes en hagedisjes en zo. Dus, en een mooi uitzicht. Ik weet niet of jullie kunnen horen, maar dat is de zee die je hoort ruisen. Daar zitten we echt vlakbij. Het hotel kijkt er ook op uit, daar maak ik straks ook wel een filmpje van. Maar ik dacht, ik zal even laten zien hoe steil het hier afloopt. Nou, we zitten nog steeds op onze trail van de Stairway to Heaven. We hebben net een hele afdaling gehad, bijna zonder pad zeg maar, gewoon met alleen maar wortels en bomen. Hier komen we nu net vandaan. En kijk, dat is ook wel leuk, we hebben hier aan de rechterkant dat ik een beetje idee hoe steil het is. Hier kijk je, kijk, hier, dit valt nog wel mee, maar hier heb je een grote steile wand van rots of klei of wat dan ook. Wat helemaal omhoog gaat. En dan zal ik nu ook een stukje terug gaan. Daar had ik hem net al een mooie foto. Maar speciaal voor jullie klauter ik weer omhoog. Oh, ik moet terugkomen van Kim. Er zijn apen. Ik hoop niet dat ze Giel bedoelt. Ik zie ze nog niet.
Oh. Dat is nog te ver weg voor de camera om te zien. We blijven filmen. Sorry voor het schokkerige beeld. Oh, hier is de dood. Geen idee of je dit gefilmd krijgt, maar... We staan hier nog op OSA, op de snelweg inderdaad. Kijk, die ziet er ongeveer zo uit. En hier zitten een stel zwarte gieren. Bij waarschijnlijk het stoffelijk overschot. Het stinkt inderdaad behoorlijk. En die zijn waarschijnlijk met de luiaard bezig. In ieder geval iets met de lange staart. En dan zitten er een, ja jullie zien er hier, oh sorry, ik was niet scherp aan het doen. Dan zitten er 1, 2, 3, 4, 5 of zo, 5 gieren zijn bezig. Deze is voor Robin. Wacht, daar boven in de boom zit er nog. Kan ik daar zo bij? Ja, kijk. Daar zitten nog een paar te wachten. Monkje. Oei. Daar gaat hij. Er zitten er nog meer. Even kijken daar. Dit zijn white-faced capuchin monkeys. Hé, waar zijn ze nou? Daar. We zijn hier in het Nationale Park. Zie? Oh, wacht, je bent te wachten. Ik heb alleen... even wachten, Kim, anders ben je wel heel dichtbij. Je bent nog steeds heel dichtbij. Hoi, Kim. En met Giel. En met Joshua. Zijn we hier bij dit strandje. Dit is een Nationaal Park met een groot strand. Manuel Antonio. En zoals je ziet, de aapjes lopen hier rustig rond. Ja, we ook. Zit daar een luiaard in de dit is de vierde luiaard denk ik die we zien. Of vijfde. Kim heeft wat betere foto's als dat bij een filmkunst te zijn, maar ze kijken echt mega schattig. Is het zeg maar links. Ja, ik zie het, daar kijkt hij een beetje naar boven. Hij is inderdaad lui. We hebben er eigenlijk nog geen één gezien die ook maar iets van beweging vertoonde. Maar... Oh kijk, hier zijn we nu. Zullen we er ook meteen opzetten, dan geloven jullie het ook echt. En we hebben straks op een ander strand ook al een stel zwarte leguanen gezien. En heel veel heremietkreefjes. Even kijken of we vanaf hier de aapjes er nog beter op krijgen. Kijk, we lopen hier lekker op zand. Toen net hadden we gewoon wel een echte trail. Het is hier wel een beetje toeristisch, wel een toeristisch park. Lekker te vlooien. Oh, niet weggaan. Niet zo camera schuw. Oh, ze gaan even wisselen. Wacht, ik ga misschien ietsje verder staan. De aapjes zijn hier schijnbaar vrij brutaal. En willen ook nog wel eens wat eten uit je handen pikken. Of camera's en zo. De kleine. Oh, daar zitten we. Oh, oh. Wacht daar. Oei. Zijn het nou geen schatjes?